In Alphen aan de Rijn gaat dinsdag het onderzoek naar de gasexplosie verder. Vier woningen van een flat aan de Argostraat raakten maandagmiddag zwaar beschadigd door de ontploffing. Een 46-jarige man kwam om het leven. Maandagavond heeft de politie met honderden flat afgezocht naar meer slachtoffers en die zijn niet gevonden. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Ondanks dat een deel van de flat maandagavond weer is vrijgegeven, hebben de meeste bewoners de nacht ergens anders doorgebracht. Onder begeleiding van politie en brandweer hebben ze in de loop van maandagavond wat spullen opgehaald. Dinsdag laat de gemeente een bouwkundig onderzoek uitvoeren en moet meer duidelijk worden over de staat van het gebouw. Een kledingwinkel in de Torenstraat in Den Haag is dinsdagochtend overvallen. Kort voor 22:30 kwam een onbekende man met een vuurwapen de winkel binnen en bedreigde het personeel. Het is niet bekend of hij iets heeft buitgemaakt. De dader is nog voortvluchtig. Er valt voor 1 mei komend jaar een definitief besluit over de Rijnlandroute, de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en A44. Dat heeft minister Schulz van Hagen toegezegd in een Kamerdebat over de verkeersplannen dat maandag werd gehouden. De minister zal volgende week met lokale bestuurders praten over de snelweg. Vooralsnog heeft ze geen extra rijksbijdrage toegezegd. Voor de weg is nog 200 miljoen euro nodig.